zo veilig op me gaan staan? Ik vind het goed. Ja? Ja. 4, 3, 2, 1. Saskia Verkade, welkom. We staan aan het begin van de Betuwse uitdaging voor de derde maal. Ook jouw derde maal, maar de eerste keer als manager. Ja. Kun je even uitleggen hoe deze Betuwse uitdaging is ontstaan? De Oost-Betuwse uitdaging is ontstaan eigenlijk door... laat ik het zo vertellen. In 1998 is eigenlijk de allereerste uitdaging ontstaan. Daar is het mee begonnen. Gerda Geurtsen, die heeft het opgestart in Arnhem. Die uitdaging bestaat nog steeds, de Arnhemse uitdaging. En die formule die bleek zo succesvol dat het uitgerold is en heel veel gemeenten is opgepikt. En we zitten op dit moment zo tegen de 70 uitdagingen lokaal. Wat is nou het idee achter deze uitdaging? Wat wij doen met de uitdaging, deze stichting bestaat eigenlijk uit een groep met ondernemers. En wij gaan elk jaar op zoek, gewoon 4 keer per jaar komen we bij elkaar daarvoor. Wij helpen maatschappelijke organisaties zoals verenigingen en stichtingen. Particuliere initiatieven die kunnen natuurlijk ook aan bod komen. Wij gaan altijd kijken naar de vragen die zij hebben of wij bedrijven kunnen vinden die de vraag die zij hebben kunnen voldoen. En ze mogen eigenlijk van alles vragen aan ons, als het maar geen geld is. Want dit is nu de derde keer. Hè? Meestal doe je dat voor een derde keer als de eerste 2 keer succesvol zijn geweest. Hoe waren die eerste 2 keer? Ja, die waren zeker succesvol. Ongeveer iedere keer dezelfde resultaten boeken wij. Dus er is duidelijk vraag naar. Ja. Wat voor organisaties zijn hier nu aanwezig vandaag? Ja, er zijn heel veel verschillende welzijnsorganisaties aanwezig. Echt van carnavalsvereniging tot aan verenigingen en stichtingen die met hele serieuze zaken bezig zijn. Dat kan ook van alles zijn. Muziekverenigingen voor dierenwelzijn, van alles en nog wat. Maar dat zijn de maatschappelijke organisaties. En daarnaast hebben we ook heel veel bedrijven en dat is ook uiteenlopend. Saskia, we zijn een paar uur verder. De beurs loopt eigenlijk ten einde nu. Op het bord achter ons zien we het resultaat staan. Kun je even aangeven wat er vandaag allemaal is opgehaald? Ja, er is vandaag echt een hele hoop opgehaald. Er zijn 24 matches gemaakt maar liefst. Voor een totaalbedrag, je kunt het zien, ruim 22.000 euro. Dat is de maatschappelijke waarde. En ik ben gewoon heel erg blij met dit resultaat. Ja. Is het een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar? Vooruitgang, het is altijd lastig om dat te gaan vergelijken. Dat doe ik ook eerlijk gezegd liever niet. Maar we hebben ongeveer alle jaren een beetje dezelfde maatschappelijke waarde behaald. Ja. Je hebt hier natuurlijk ook vandaag een beetje rondgelopen. Wat is nou de allermooiste die je bent tegengekomen? Ach, de allermooiste. Wat ik zelf heel bijzonder vind is dat er een stichting kwam met een vraag voor zichzelf. Die heeft een match kunnen maken. En de man zelf van de vereniging, die is accountant. En later bleek dus dat hij zelf ook weer een match heeft gemaakt en zelf weer zijn werk heeft aangeboden aan een andere vereniging of stichting. Dus die had eigenlijk 2 petten op, de vrager en aanbieder. Dus dat was hartstikke mooi. Nou, hartstikke mooi. Succesvolle dag geweest. Op naar volgend jaar, hè? Ja, op naar volgend jaar. En hopen dat er volgend jaar nog meer komt. En, en dat we eigenlijk niet alleen wachten tot volgend jaar, maar dat de mensen ook tussendoor zullen denken aan ons. Want wij gaan natuurlijk het hele jaar door met matches maken. Dus alle aanvragen zijn van harte welkom via onze website, via www.oostbetuwseuitdaging.nl. En alle aanvragen die daar binnenkomen, die verzamelen we. 4 keer per jaar zitten we bij elkaar en dan gaan we kijken of we alsnog die matches ingevuld kunnen krijgen.